We gaan zo meteen deze bordjes uitreiken aan de ambassadeurs van de gemeenteraad die zich allemaal gaan inzetten voor de Sustainable Development Goals, ofwel de Global Goals. En we hebben een manifest en dat geven we ondertekend aan de burgemeester Jan van Zanen om extra kracht bij te zetten dat wij als raadsleden die Global Goals onwijs belangrijk vinden en initiatieven in de stad willen ondersteunen. Het tekenen van de statement voor de Global Goals is niet alleen symbolisch. Daar gaan we er ook echt iets mee doen. Dus ik ga me ook hard maken voor meer ruimte voor elektrische auto's. Nou, we willen als raadsleden met elkaar hier aandacht voor vragen. Omdat we het belangrijk vinden om ook te laten zien dat de Global Goals niet iets zijn van heel ver weg. Maar dat het eigenlijk iets is waar we voor een duurzame toekomst eigenlijk ja, overal aan moeten werken. En dus ook in Utrecht. Als raadslid graag bijdragen aan een positieve toekomst. Dus vandaar dat wij met dit manifest willen laten zien dat wij ons inzetten voor een duurzaam Utrecht. Vandaag in Utrecht ondertekenen raadsleden de Global Goals campagne. Ze willen optreden als ambassadeur. Top! Het is altijd symbolisch, maar als raadsleden zich bereid tonen om te zeggen, wij geloven erin om ook in de praktijk van een lokale gemeenschap als de stad Utrecht aan die doelen te werken, is dat alleen maar, nou ja, eigenlijk heel gunstig. Want het is natuurlijk een wereldagenda, een wereldtaal, maar die begint ook om de hoek.